Het Belgische bedrijf Clairfield NV is donderdag veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de Centrale Bank van Suriname. De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft deze uitspraak donderdag gedaan. De veroordeling betreft betalingen die contractueel zijn afgesloten met de Centrale Bank in de periode van ex-governor Robert van Tricht. Clairfield had de Centrale Bank eerder voor het gerecht gesleept in Brussel. Dit om een onbetaalde factuur van 320.000 euro. De moederbank eiste ook een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro. Dit alles wegens een onrechtmatige beëindiging van 5 overeenkomsten door de Centrale Bank van Suriname. De moederbank stelde een tegenvordering in en eiste op haar beurt nietigheid van alle overeenkomsten die met het bedrijf waren gesloten. Ook eiste de Centrale Bank het bedrag van ruim 2,5 miljoen euro. In het vonnis van 20 oktober 2022 heeft de rechtbank de vordering van Clairfield ongegrond verklaard en afgewezen.